Welkom terug. Oh, u bent aan boord van Cruiser Gig. En ik wil u toch even laten zien dat het ook op een hele andere manier kan dan de windkracht 5 er tegenin hakken van het Markermeer, van het paard van Marken naar Pampus. Dit is de daaropvolgende zondag met 24 graden. De polders van de Eem. De Eempolders. Het torentje van Eemnes. En een prachtig natuurgebied. Wat wij natuurlijk geheel links laten liggen. En aan boord van de Cruiser Gig is nu echt alles onder controle. Het lijkt eigenlijk alsof een kind de was kan doen. En dat is ook zo, behalve dat er nogal wat fonteinkruimt zich aan de Roerkoning hecht. Die er daarom af en toe eventjes uit moet. Maar u ziet de dode hond, een bottertje. Het is een en al lieflijkheid hier op het Eemmeer. Nieuwe Traskommerwimpel op een half windse koers en het grootzeil wat duidelijk getemd moet worden. Wil ik dit leuk blijven vinden? Want dit is natuurlijk het allerleukste. Nou, niet echt. Maar bij windkracht 5 met het tweede rif, stel je voor de wind trekt aan naar windkracht 6, af en toe 7, dan wil ik toch wel dat er gebeurt wat er ook op Coaster Juno gebeurt. Namelijk helemaal niks. Gewoon even een rifje leggen en we gaan rustig door. Dus we hebben inmiddels besloten dat de Cruiser Gig, en eigenlijk ga ik het gewoon Daan noemen, de Cruiser Gig Daan, getemd moet worden. En ik denk dat we gaan beginnen met een coasterzeiltje erop zetten. Misschien een giek, maar liever niet. Een gaffel die gewoon te hanteren is. En er moet natuurlijk ook iets aan de mast gebeuren die ik helaas niet in mijn eentje kan zetten. Laat staan, naar beneden krijgen lukt altijd, maar op een veilige manier. Oké, nou, dit was Cruiser Gig Daan. En ik ben eigenlijk getuige geweest van de naamgeving. Ze blijft natuurlijk altijd Gig heten, maar nu heet ze Cruiser Gig Daan. De achterhondste bonding van de Eem met het lieflijke haventje het Raboes. Dit was Cruiser Gig Daan. Cruiser Gig Daan. Uit.